En dat is het begin. Goedemiddag allemaal, mijn naam is Sipra Knecht. Hartelijk welkom hier, studenten, alumni, medewerkers in de zaal en thuis. Tijdens de live-verbinding kunnen jullie ook allemaal meekijken. Welkom bij deze Utrecht Universiteit College Tour. Ik ga vandaag een interview en dat is niet zomaar iemand. Ze groeide op in het Limburgse stijl. Maar zodra het even kan, verliet ze dat om hier in Utrecht diergeneeskunde te gaan studeren. Eerste opleiding, daarna een promotie in virusonderzoek. Ja, je kunt het bijna raden. En ze werd al vrij snel hoofd van het laboratorium infectieziekten van het RIVM. En in 2006 hoofd van het Centrum Infectieziektebestrijding. Ja, serieus? Goed, gaan we het zo doen. Sinds 2014 is ze hoofd van de afdeling Viroscience aan het Erasmus Medisch Centrum, waar ze onderzoek doet naar nieuwe virusziekten. Ook is ze adviseur van de Wereldgezondheidsorganisatie. En jullie kennen haar natuurlijk allemaal, omdat ze lid is van het Outbreak Management Team. Ze is getrouwd met Ad, die hier in Utrecht lesgeeft aan de HKU. Ze heeft twee kinderen en ze is onze alumnus van het jaar. We mogen haar ontvangen hier tijdens de Utrecht Science Week. Marion Koopmans. Ik blijf deze gebruiken, dames en heren, of niet? Ja? Oké. Ga zitten, Marion. Fijn dat je er bent. Gaan vandaag een lang gesprek voeren van een uur. We gaan het over heel veel dingen hebben, waaronder jouw studententijd. We gaan het hebben over jouw rol, die we jou inmiddels al 2 jaar zien spelen. En er zijn een aantal vragen van studenten. 2,5 jaar. En die zullen ook ondertussen langskomen. Dus we hebben een leuk vol programma waarin we kijken naar het verleden, het heden en de toekomst. Als je ons toestaat. Maar even voordat we daar helemaal mee beginnen, gewoon eens een simpele vraag om mee te beginnen. Hoe gaat het met je? Prima. Prima. Ja, het is wat rustiger. Het is anders druk. Dus druk is iets wat je zelf doet, zeg ik altijd. Maar het is, de corona is wat minder dwingend aanwezig in mijn werk. Dus er komt weer ruimte voor wat andere dingen. En dat, daar was ik ook wel aan toe, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Want je hebt natuurlijk allerlei andere projecten, promovendi. Dus daar komt nu weer wat meer ruimte voor. Ja. Dus het is niet alleen maar meer corona wat de klok slaat. Het is ook apenpokken. Of ja, wat doe je dan nu in het dagelijks leven? We hebben er alweer eentje bij, hè? Apenpokken. Ja. Dus nou, die gaat gelukkig ook goed. Maar ja, daar zijn we ook weer een tijd echt druk mee geweest. En dan moet je toch ook weer kijken, wat doe je daarmee? Moet er nog wat onderzocht worden? Ja. Dus ja, maar dat is wel, ja, dat is gewoon mijn vak, dat is hoe het werkt. Dus dat, daar leg je je binnen. Ja, nee, daar heb ik voor gekozen. Dus. Ja. Ja, dus dan hoort het erbij dat je af en toe dat je wat piektijden hebt. Alleen is, nou, dat is een maand pieken, vind ik wat anders dan 2,5 jaar. Dus ja. Dat wordt wat lang. Ja. Dat kan ik me goed voorstellen. Hey, we zitten nu in de herfstgolf, begrijp ik. Tenminste, dat las ik op het nieuws. Ja. Het voelt wel anders dan eerdere golven. Ja, het is natuurlijk ook heel anders. Want ja, ik weet niet of jullie het gezien hebben. Gisteren was er een rapport van San Quinn, van de bloedbank. En die hebben inmiddels bepaald dat onder bloeddonoren 3/4 van de mensen al eens een keer een infectie heeft gehad. Dat doet natuurlijk iets met je afweer tegen volgende infecties. En daarnaast hebben heel veel mensen ook vaccins gehad. Dus we zitten echt in een andere fase. Dat de impact van het virus, doordat er zoveel immuniteit is, ook gewoon veel kleiner is. Maar je ziet het, echt in 3 weken tijd, toch weer van de 400 naar de 900 opnames. Ja. Dat is ook weer niet gering. En betekent dat dat jij weer vaker bijeenkomt met het OMT? Of? Nou, er is in het voorjaar, ook met de nieuwe minister, is voor een nieuw beleid gekozen. Dus toen is gezegd, nou, nu hebben we iedereen die wil, die heeft vaccin kunnen krijgen. Dus we gaan het nu over een andere boeg gooien. En we gaan eigenlijk een deel van de verantwoordelijkheid terugleggen in de maatschappij. Waarbij ze hebben gezegd, we gaan ervan uit dat, ja, er zijn dingen die mensen zelf kunnen doen. En er zijn dingen die sectoren kunnen voorbereiden. Bijvoorbeeld universiteiten, als de cijfers zouden gaan oplopen. Hè? Dan kun je weer hybride gaan werken. Of ja, toch kijken van de dingen die we geleerd hebben. Wat daarvan kun je terugpakken. En daar leunen ze nu op. Dus ze grijpen ook niet in. Er is ook door VWS nu gezegd, let op.
Het gaat omhoog. Sectoren, waar zijn jullie plannen? Maar wat je wel ook ziet, dat de sectoren zeggen... ja, en waar komt dan het zijn vandaan? Dus ja. Dat wordt een beetje spannend, dit najaar. Jij zegt ook ze, en daar bedoel je denk ik het kabinet mee, die deze keuze Dat is maakt. Het kabinet, ja. 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 En dat, voelt dat voor jou nog als een persoonlijke verantwoordelijkheid op dit moment? Of heb je zoiets, jongens, 2,5 jaar, ik heb genoeg advies gegeven? Nou, nee, adviseren blijft. Er blijven nieuwe vaccinatievragen, er zijn... Ja, hoe zit het nou met long-covid? Er zijn allerlei lopende onderzoeken. Er zijn dus ook, ja, er is ook een soort, dat heet het deskundigenberaad bij het RIVM. Daar zit ik bij om toch een beetje vinger aan de pols te houden. En dan zeg ik af en toe, jongens, er moet een bericht uit of iets dergelijks. Ja, nee, dat blijft wel. Ja. We gaan een beetje een trip down memory lane doen om in te komen. Daarvoor... vond ik in ieder geval dat jij bent opgegroeid in Stijl. Dat is deel van de gemeente Venlo. Op Stijl, ja. Dat heb ik dan niet goed geresearched. Maar je bent ook zeg maar, direct ook naar Utrecht gegaan om diergeneeskunde te studeren. Was het een pull of een push factor? Allebei. Okay. Allebei. Ik wilde al heel lang diergeneeskunde doen. Ik heb een tijdje getwijfeld geneeskunde, diergeneeskunde. Het scheelde ook wel dat je diergeneeskunde alleen in Utrecht kon doen. Van Nijmegen of Maastricht, dat had ik dan... Ik weet niet of ik helemaal vrijgelaten zou zijn door mijn ouders. Dus dat speelde ook wel mee. Dus ik wilde echt wel heel graag het huis uit, zoals dat heette. Ja. Dus, maar ik wilde al heel lang diergeneeskunde om een wat vage reden. Ja, want er waren veel dieren in huis bij jou thuis? Nee, helemaal niet. Want mijn broer die had allerlei allergieën, dus dat kon niet. Maar... ik wilde diergeneeskunde doen. Ik had ook een dierenziekenhuis buiten. Ik had allerlei... Ja, ik werd erbij gehaald als er een dier aangereden werd. Of, ja... ik had een dode hond op het dak liggen, want de botten waren zo mooi. Ja? Ja. Dus ik wilde dat. En er was op een gegeven moment een tv-serie, Daktari. Moet ik even een blank, maar... dat is echt... ik denk dat niemand hem... Ja, misschien... Ja. Het is een beetje een leeftijdsdingetje hier. Maar dat was een dierenarts in de tropen. Die dus een bushpraktijk had. En die had een leeuw als huisdier. Hartstikke scheel. En die had een chimp als huisdier. En die maakte allemaal fantastische dingen mee. Dus dat heeft ook meegespeeld. Maar ja, waarom kies je voor... ik wist het gewoon zeker. En ik heb verder niet hoeven kiezen omdat ik met een... hooggemiddelde afstudeerde, dus of de middelbare school deed. Dus ik hoefde verder ook niet hard over na te denken. Dus nee. Zo ging dat. En toen kwam je hier. Ik heb begrepen, we hadden het er van tevoren even over... dat jij in dit gebouw waar we zitten les hebt gehad. Ja. Kun je misschien, voor wat er nog aan parate herinneringen is... zeg maar een beetje beschrijven hoe dat er hier uitzag in die tijd? Nou, mijn herinnering is echt bepaald... door dat ik binnen wandelde in de snijzaal... en er waren allemaal tafels en er lagen allemaal paardenhoofden op. Paarden hebben hoofden, hè? Dat weten we allemaal. En het stonk naar formaline. Dus die waren allemaal... dat was het snijpracticum. En dat was even heftig, vond ik. Maar zo'n heel gek... eigenlijk, nu zou ik een foto van hebben gemaakt. Zo'n gevreemd beeld eigenlijk... En het was wel ja, dat is mijn belangrijkste herinnering van dit gebouw. Ja. En hier werd dus les gegeven. Waren er ook nog in deze omgeving nog andere dingen dan die deze mensen die hier nu wonen allemaal niet weten? Nou, dit gebouw heb ik niet zoveel, maar je had de wat nu de paardenkathedraal is. Ja, daar was een manege en daar daar leerden we ook. Want dan moest je, ik zie Debbie knikken. Dan moest je paarden laten ronddraven om te zien of ze kreupel waren of niet. Er werd ook gereden. Het was een mooie balustrade. En dan kon je meekijken hoe het allemaal zat. Dus dat. Er was de hondenstallen. En daar waren toen al ook een soort fokprogramma's... om te kijken welke erfelijke ziektes er waren. Vooral gericht op gedrag. En aan de overkant, die huisjes, dat waren stallen. Dus hartstikke mooi. Ja. Ja. En nu heel mooi terrein. Nu is het congrescentrum en een woonwijk. Ja. Ja. En die fascinatie voor virussen. Je hebt ook wat studentassistentschappen hier gedaan. Waar heb je die opgelopen, zeg maar, die fascinatie?
Dat was pas tijdens mij. Ik vond het onderwijs heel leuk. Een beetje wetenschapsfascinatie was meer bij bij professor Wensvoort. Dat was pathologie. En dat was een beetje vergelijkbaar. Dus hier liggen van die plakken koeien. Dat had je. Ook voor de kijkers thuis, dat is dus zo. Er liggen dat hier plakken echt, koeien. Ja, daar moesten wij ook tentamen mee doen. Dan kreeg je zo'n plak voor je neus. En dan moest je zo herkennen van waar zit dit ongeveer in het lichaam. En dan stond er hier een prikkertje en dan moest je zeggen van welke zenuw zit daar. Nou, dat was het macroscopisch beeld. Maar Wensvoort hield zich bezig met microscopisch. En dan echt kijken van hoe kun je aan weefsels zien of daar, ja, is dat gezond, is dat ziek, wat is daar dan, is het daar... Ja, welke soorten afwijkingen zitten erin en wat zegt je dat over het proces wat misschien... Nou, dat vond ik super interessant. Daar heb ik ook studentassistentschap gedaan. Dus dat was tijdens mijn studie. Maar de virologie is pas tijdens mijn... Ik heb daarna wat rondgezworven en toen specialisatie gedaan. Dus ik ben internist. Zo. Inwendige ziekte der grote huisdieren en voeding... was dat. En daar ben ik ook bij de virologie terechtgekomen. Wauw. Ik wil even naar de zaal, naar een eerste vraag. En die persoon weet nog niet dat hij aan de beurt is, maar dat is Logan. Kijk. Zit al wel met microfoon, dus... Ja, dat is toch is wel toch wel. Ja. Ik was voorbereid. En misschien even leuk om te vertellen wat je studeert. Ik studeer interdisciplinaire sociale wetenschap. Take it away. Mijn vraag was, wat voor invloed heeft de pandemie gehad op uw eigen interesse en enthousiasme voor virologie? En wat is daarbij de rol van de zichtbaarheid en verantwoordelijkheid die u in uw vakgebied ineens had? Ik kan hem nog herhalen als dat... Nee, dat hoeft niet. Ik zit nog even op, is er ook niet interdisciplinaire... Je was daar nog even maar, blijven hangen, daar, ja. Maar dat vraag ik je straks. Ik ben meer dan ooit... gemotiveerd over, dit moeten we dus nog veel meer gaan doen. Ik ben allang gefascineerd door het fenomeen van wat gebeurt er precies op het grensvlak tussen dier en mens en omgeving. En ja, wat gebeurt er als je daar toch een beetje mee gaat rommelen? Vanuit het risico dat je nieuwe infecties krijgt, dat je spillovers krijgt. Nou ja, dit is wat er dan gebeurt. Dus... het heeft mij alleen maar verder gesterkt eigenlijk in de overtuiging... yes, dit is wat we moeten doen. Dus daar gaan we vol mee door. Ja, je hebt ook al in een paar interviews een keer gezegd... van de manier waarop wij met deze planeet omgaan en hoeveel dieren we hebben... gekeken naar wat virussen doen in ecosystemen... Ja, dat is wat er gaat gebeuren... Waar ik ook wel benieuwd naar was, je zegt dat ook soms op wat literairdere manieren. Zie jij daar ook nog echt een soort van regulerende hogere hand in? Of is dit gewoon heel sec, zo werkt het, dames en heren? Nou, niet een hogere hand, maar ecologie. Het zijn evenwichten. En wat er is erg mooi onderzoek gedaan door Craig Venter... die het eerste menselijk genoom... in kaart heeft gebracht. En die is daarna, toen hij al die apparatuur had... die daarvoor nodig was, is die oceanen gaan bemonsteren. En gaan kijken, wat zit er eigenlijk allemaal in? Nou, dat zit dus echt nokvol met virussen. En uit dat soort onderzoek is echt gebleken... die regelfunctie van virussen. Als je algenovergroei krijgt, dan op een gegeven moment... komt er een virusinfectie in. Die virussen zitten er namelijk altijd al... Maar hoe dichter je op elkaar komt, of dat nou mensen zijn of algen of dieren... hoe groter de kans dat je infecties overdraagt. En dan wordt het probleem weer wat verminderd. Ja, en als je dat een beetje filosofisch of met een glaasje wijn uitzoomt... dan is dat voor mensen eigenlijk niet zo heel veel anders. Nee. En dat is wat we zien gebeuren. Dus met zo sterk toenemende dichtheid van mensen, van dieren... En dan ook nog wel niet meer zeg maar, geografisch gescheiden... maar ja, we komen natuurlijk over de hele wereld. Ja, dan is dit ook wel wat je verwacht. Ja. Is die boodschap genoeg aangekomen die dat virus ons heeft proberen te geven? Nou,
boodschap wat virussen kunnen doen, die is wel aangekomen. Maar dat we daar zelf ook wel een zekere rol in hebben, veel minder, vind ik. Ook niet, ja, ik hoor er in de politiek ook niet heel veel over. Dus, en dat is, ja, voor mij is dat ook, zit ook dicht tegen bijvoorbeeld een klimaatdiscussie aan. Van hoe krijg je nou dit soort lastige thema's, want dat zijn het, hoe krijg je die nou beter over het voetlicht? Hè? Hoe krijg je daar nou echt, ja, toch danige buy-in voor vanuit de maatschappij, vanuit de politiek, dat je echt vooruit kunt gaan denken, hoe gaan we dit nou eigenlijk doen met z'n allen? En vind jij dat jij daar een rol in hebt? Ik vind dat ik als wetenschapper daar een rol in heb. Ja, en ook als, gewoon als wereldburger. Zeker. Maar een politieke rol of slechts de waarschuwende rol? Nou, wat is politiek? Ik vind dat wetenschap... Ja, ik ben zelf natuurlijk... als wetenschapper wat doorgegroeid. Hè, en dan krijg je natuurlijk wat meer toegang, mogelijkheden. Wordt gevraagd van, goh, wat moet er op de agenda? En dat vind ik mijn rol. Dat vind ik ook echt wel een rol voor wetenschappers. Ja, bemoeien met de agendering van waar moeten de grote onderzoeksprogramma's over gaan. Ja. Ja. He, dus dat zie ik als mijn rol. Komen we straks nog even op terug. Ik wil nog heel even naar wat je net al suggereerde, dat glaasje wijn. Toen je hier studeerde in Utrecht. Ik neem aan dat je wel eens uitging. Zeker. Misschien zat je wel bij een vereniging. Kun je me wat vertellen over hoe die jaren 70... ik heb wel eens gehoord dat waren vrij roerige jaren, hoe dat eruit zag? Ja, nee, ik was 17 en ik was opgegroeid in een nonnenkloosterdorp. Dus Utrecht was wel een ontdekking, zal ik maar zeggen. Dus ja, ik heb wel echt genoten van het avondleven. Er waren alle verenigingen, maar ik was niet van de verenigingen. Nee, ik was een beetje aan de alternatieve hoek. Maar ik ben veel met... er waren een aantal theatertjes. Raza bijvoorbeeld. Daar zat ik veel. Ik kwam heel graag bij de Woelumeloe. Dat is wel avond, een bepaalde club, volgens mij. Maar, Nee, dat is een heel andere... Nou ja, nee, maar ik kwam daar heel graag. Ik woonde daar in de buurt. Dus ik ging daar heel vaak 's avonds laat nog even naartoe. En ja, allerlei discussies in het pandje... Mm-hmm. Dus dat soort dingen, ja. En waar ging dat dan over? Het leven, de wereld. Kleine dingen dus. Ja. Ja. En zijn er nog wel eens momenten in je leven dat je daaraan terugdenkt en denkt, oh ja, dat vond ik toen? Of... Dat vond ik toen? Nee, dat niet. Maar ik heb echt toen ook vriendschappen voor het leven opgedaan. Dus die mensen die zie ik nog wel eens af en toe. Nee, het komt wel eens aan de orde met mijn kinderen. Want die zeggen dan, joh, jullie hebben allemaal zo... Dat was allemaal zo leuk en zo tof. Terwijl je nu veel meer in een... veel strakkere deadlines hebt. Wel, ja, ik heb 9 jaar over mijn studie gedaan, mensen. 9 jaar. 6-jarige studie. Ja. Maar dat kon gewoon. Dus in die zin hebben we het er wel eens over. Dat is eigenlijk ook wel jammer, want ik heb het dus ervaren als een fantastische tijd waarin je van alles kon uitproberen. Ik ben ook een tijdje gestopt, echt heel wat anders gedaan. Gaan reizen, nog een keer een extra specialisatie, tropenjaar. Dat kon gewoon. Nou, en dat is, dat vind ik wel jammer dat er zo dat toch een beetje strak uitgehaald is. Wat tijd om wat te scharrelen, dat is er niet meer. Minder heb ik de indruk in ieder geval. Ja. Ja. En in die periode, je hebt ook wel eens ergens verteld dat je het toneel heel erg leuk vond. Dat een van je passies is geweest. Is dat nog steeds zo eigenlijk? Nee. Ik heb 10 jaar amateurtoneel gedaan. Ja. Eerst gewoon allerlei cursussen en toen in een gezelschap. Maar op een gegeven moment toen had ik na mijn specialisatie had ik ook nachtdiensten, weekenddiensten. 2-3 keer in de week en dan 2 avonden optredens. Ja, dat werd een beetje veel van het goede. Dat was niet meer te combineren. Maar wel ontzettend leuk. Ontzettend leuk. Ja. Nu vertel je ook niet heel vaak over je persoonlijk leven. Maar als je dan bijvoorbeeld het geluk hebt om op een interview uit te komen van jouw man, dan leer je wel een aantal dingen. En er was één ding wat me opviel, wat hier ook wel op aansluit. Hij zei over jou
dat je altijd keihard hebt gewerkt, bewust veel tijd hebt gemaakt voor je kinderen, vrijgemaakt voor je kinderen. Maar hij zei erbij, vroeger ging ze aan het werk, zodra de kinderen op bed lagen. En dan werkte ze tot middernacht. En dan dronken we daarna samen nog een glaasje. Mm-hmm. Dat is wel een bepaalde werkethos. En ik was even benieuwd, is dat iets wat jou gewoon gebeurt? Of is dat ook je overtuiging dat je alleen op die manier succesvol kunt worden? Nee, maar dat is wel iets wat ik heb gedaan. Ik denk dat dat voor iedereen anders is. Ik wil dat ook echt niet... Ik heb een heleboel mensen in mijn afdeling die dat niet doen, hoor. Dus even voor de helderheid. Maar het is... voor mij wel een soort drive. En dat is wel grappig. Mijn man is muzikant. En die snapt het heel erg. Want aan een muzikant vraag je ook niet... waarom ga je nou muziek maken? Het is al na zessen of zo. Ja. Weet je? Dus dat is een beetje de verwantschap die wij daar ook wel in voelen. Ja, dat is echt de gedrevenheid die je Ja, ik vind voortstuurt. Het gewoon... Ik vind het gewoon leuk om een mooi paper te lezen 's avonds laat. Ja, dat is heel gek. Maar... jij vertelde dat je in je vakantie een boek over evolutie had gelezen. Ja, dat soort dingen. Ja. Dus dan denk ik, ja, dat is dan ook niet zo heel erg. Nee. Nou, leuk dat we wat meer over jou hebben leren. Geleerd nu tot nu toe. Ik wil eventjes doorstappen naar dat moment waarop je dan... patsboom, helemaal in de spotlight bent komen te staan. Dat is dus zo'n 2,5 jaar geleden. En de eerste vraag die daarover gesteld wordt, die heb ik aan Ellen gegeven. Ja, klopt. Hi, ik ben Ellen. Ik studeer geneeskunde en ik doe daarnaast ook een promotieonderzoek naar de invloed van COVID op de chirurgische zorg. En ik vroeg me in het bijzonder af, wat vindt u de belangrijkste factor die tijdens de pandemie eigenlijk in de weg stond van het verminderen van die virale besmetting? Denk eigenlijk het ongelooflijk hoeveelheid debat wat we hebben in Nederland. Dus er wordt vaak een vergelijking getrokken met Denemarken, met Duitsland. De adviezen zijn vergeleken, zijn helemaal niet zo verschillend. En in Denemarken, als er iets geadviseerd wordt, gebeurt het gewoon. En heel weinig opgelegd, heel weinig dwang. En in Nederland was alles wat geadviseerd werd door de molen gehaald met eindeloze debatten. En pro-cons met eindeloze rechtszaken. En ik denk dat dat heel verlammend heeft gewerkt. Want dan krijg je een aantal... Dat heeft ook een soort... dat bijvoorbeeld dingen... veel meer zekerheid moeten hebben voordat je iets kunt doen. Dat is een mooie uitspraak van de hoge man bij de WHO, Mike Ryan. Die zegt van als je moet wachten tot je alle evidence hebt voor wat je wil doen, dan ben je per definitie loop je achter de feiten aan. Dat is wel iets wat je krijgt als heel veel wat voorgesteld wordt, gechallenged wordt en er rechtszaken gehaald wordt en... Dus ik denk dat dat wel echt een Nederlandse factor is geweest in het verhaal. Dus dat is toch eigenlijk het stuk sociale wetenschappen, gedragswetenschappen... wat politiek. Misschien niet genoeg aan tafel heeft gezeten aan het begin van de pandemie. Natuurlijk ook een kritiekpunt wat we vaker hebben gehoord. Dat niet mee werd genomen. Hoe wordt erop gereageerd? Nou, dat is een beetje een misverstand. Dat zat niet in het OMT. Maar er waren wel allerlei sociaal-wetenschappelijke adviesorganen. Maar die hadden alleen niet zo'n... zichtbaar profiel. Die hadden niet één moment in de week of om de week waarin zij stonden, hier is ons gezamenlijk advies. Maar er waren wel allerlei, er was alle inbreng vanuit sociaal wetenschap. Maar dat hele, daar hebben we ook gesprekken over gehad, dat hele samenbrengen van al die informatie in een, van ja, met alle verschillen van inzichten, is dit toch iets wat je nu zou adviseren? Dat is in de sociaal-wetenschappelijke hoek nog niet zo erg ontwikkeld. De organisatiegraad was op dat moment te laag. We waren op het gebied van de biomedische kant waren we georganiseerd. En op die kant eigenlijk nog niet voldoende. En dat was ook geoefend. Er waren allerlei trainingen, hè? Dus outbreak simulaties. En er zijn ook wekelijkse... overleggen, dat is al heel lang zo. Elke week zitten er groep mensen bij het RIVM bij elkaar met wat speelt er allemaal in de media, wat weten we van
uit verschillende datasystemen in Nederland. Moet er iets mee? Dan gaat er... soms gaat er dan... Dat zijn infectberichten. Dus dan gaat er een alert uit naar alle mensen die erbij aangesloten zijn. Dat is vaak medisch. Dat zijn laboratoria. Er is een... één keer in de maand is dat ook... One Health, dus met, ook met veterinaire kant erbij. Wordt ook gekeken, hey, speelt er iets waar de BV Nederland en dan de gezondheidszorgpartners iets mee moeten en de GGD iets mee moeten. Dus dat is heel erg ingesleten. Dat bestond ook al pre-2020. Ja, dat bestaat al heel lang, ja. En dus dat er een gremium is wat, waar je naar kunt kijken als je vragen hebt en waar ook adviezen vandaan komen die praktisch vertaald worden en waarvan je kunt zeggen, hé, hier heb ik niks aan, je moet het praktische vertalen. Dat bestond al heel lang. En dan heb je dus echt wel een voorsprong. En dat wil dus niet zeggen dat de... datzelfde moet eigenlijk... Dat is nu begonnen met sociaal wetenschappers in het maatschappelijk impact team. Maar de verschil in de dynamiek, dat is al in februari besloten. En die zijn in september voor het eerst bij elkaar gekomen. En dan denk ik, jongens, midden in de pandemie nog. Dus er zit echt een heel groot verschil in die actiestand. Ja. Nog even kijken naar dat OMT. Ik herinner me echt nog vrij helder dat er een jaar nadat de pandemie uitbrak stond er zo'n stuk in de Volkskrant van Willem Veenstra met een reconstructie. Daar heb jij ook aan meegewerkt. Ja. En daar werd echt wel heel... secuur, stap voor stap uitgelegd dat er ook discussie was, dat het echt moeilijk is geweest op bepaalde momenten in dat jaar. En wat ik leuk vond om te lezen was dat jij werd aangewezen als degene die uiteindelijk de boel weer een beetje bij elkaar gehouden heeft. En ik was lees jij dat ook zo? Heeft Willem dat goed begrepen? En ook is dat ook wie jij bent? Zoek jij naar harmonie? Nou, ik vind het een groot goed dat je zo'n gremium hebt. Ja. Dat En, want hoe moet het anders eigenlijk? Hè? Want je moet wel echt ook stevig met elkaar kunnen discussiëren, maar je moet op een gegeven moment ook wel stappen kunnen zetten. En het is in een crisis... Ik denk dus dat je alles moet evalueren, dat je ontzettend scherp moet kijken naar wat ging er nou goed en wat ging er nou fout. Maar dat je midden in een crisis... dat je dan ook echt wel moet zeggen van, oké, we horen dat. Dat parkeren we even, dat moeten we goed gaan bekijken. Maar dat kunnen we nu niet oplossen, we moeten nu een stap zetten. En dat proces, nou ja, dat vind ik heel waardevol. Dat heb ik eigenlijk ook steeds met allerlei dingen tijdens mijn eerdere banen ook wel gezien. En daarvan heb ik dus ook wat mensen gebeld. Van, joh, ja, ik snap het, maar kom op, ja. Doe mee, blijf meedoen. Want we moeten dit ook wel echt tegen elkaar kunnen zeggen. En ben je daarvoor achteraf nog wel door iemand bedankt? Voor het opnemen van die rol? Ja. Ja? Dat vind ik geruststellend om te horen, laat ik zo zeggen. Ik had ook nog een maar ook dus, wij hebben ook iets gedaan voor Jaap van Dissel. Ja. Gewoon vanuit, je bent zo lang... met elkaar, zo op het scherpst van de snede bezig... met alle discussie, met dat echt heus wel eens een keer knettert... met alle dingen die zo iemand ook over zich heen krijgt. Ja. Dus dat hebben we ook gezegd van... kom op, we doen iets met het moment. Ook symbolisch dat het nu wat rustiger wordt... dat we naar een ander soort advisering gaan. Ja. Omdat, ja, ik vind dat wel belangrijk... Ja, je neemt duidelijk ook een aantal punten in die pandemie, neem jij ook echt verantwoordelijkheid. Dus dit vond ik zo'n mooi voorbeeld daarvan. En een andere was ook dat punt waarop er een missie naar Wuhan werd georganiseerd. En nou ja, als adviseur van de Wereldgezondheidsorganisatie werd je waarschijnlijk al in vroeg stadium daarvoor gebeld. Volgens mij was het niet een onverdeeld succes, als ik het zo uit de media mocht begrijpen. Waar ik heel benieuwd naar ben is, wat was jouw hoop en jouw verwachting van die missie? En wat is daarvan terechtgekomen? Als je daar nu zo een beetje op kunt reflecteren. Een jaar later. Nou ja, kijk, wat is er aan de bron van de pandemie gebeurd... is natuurlijk de hamvraag. En dat is... ik vind dat we alles moeten doen om te proberen erachter te komen... gewoon om van te leren. Want juist ook omdat we vaker met dit soort problemen... te maken gaan krijgen, is de verwachting... wil je gewoon snappen, wat gebeurt er nou? We weten het natuurlijk wel ongeveer, maar...
hoe is dat nou gegaan? En dus, nou ja, buitenkans. Hè? Ja. Dus daar doe je dan aan mee. Mijn verwachting was, dit is stap 1 van een traject van jaren. De verwachting van de buitenwereld was, ze komen terug na 4 weken, waarvan 2 weken in quarantaine. En dan gaan ze het ons vertellen en goh, ze weten het niet. Marjan loopt op die markt, heeft, pakt een loop en zegt, kijk, daar was het. En zo werkt dat gewoon niet. Als je ebola, SARS, HIV, heeft allemaal jaren, soms tientallen jaren geduurd, voordat de exacte bron van die infecties bekend was. We hebben nu betere... We hebben meer kennis, betere technieken. Maar dat is echt niet zo eenvoudig om dat te achterhalen. Dus mijn verwachting was een diepe reconstructie van de eerste fase die zichtbaar was van de pandemie, te beginnen in Wuhan. En in die zin was ik eigenlijk heel tevreden met wat er allemaal boven tafel was gekomen. Want wij hebben voor die vraag... echt een waslijst aan onderzoeksvragen gesteld die ook allemaal gedaan zijn. Dus bijvoorbeeld, een van de dingen was van de eerste meldingen waren van december, maar was het niet al vroeger? Mm-hmm. Hè? En hoe kom je daarachter? Nou, dus we hebben gezegd, jullie hebben een griepsurveillance systeem, daar heb je gegevens van, ga die eens vergelijken voor de maanden daarvoor, dus de tweede helft van 2019 met de voorgaande 5 jaar. Zit daar al verschil in? Op 1 of meer plekken. Ga alles wat toen getest is, ga dat nog eens hertesten, maar nu ook voor corona. Kijk naar sterftestatistieken voor die periode en vergelijk dat met de voorgaande jaren. Is allemaal gedaan. Dus er zijn, ik heb gehoord, 1000 mensen ontzettend hard mee bezig geweest om die gegevens op een rij te zetten. En dat gaf dus heel veel zicht op, nou, het is wat eerder begonnen, maar waarschijnlijk wat eerder, rond ergens tussen medio november, maar niet heel veel daarvoor. Er centreert zich echt iets rondom die markt. Er waren die en die dieren, die kwamen uit die provincies. Dus een heleboel informatie die, wat mij betreft, de opstap was voor vervolgstudies. Ja. Maar die zijn er dus niet gekomen. Nee. En dat is nog iets waar je over in onderhandeling bent op dit moment, om die er wel te laten komen? Nee, ja maar dat is echt, zeg maar, nu politiek geclashed. Ja. Omdat daar is doorheen gaan spelen. Dus een van de gedachten is, zou het uit een lab kunnen zijn gekomen? Per ongeluk of zelfs opzettelijk. Of is het een zoonose en is het vanuit dieren via de markt bij mensen terechtgekomen of via een andere route? En dan zit je dus met hoe werkt wetenschap? Ik kan niet met 100% zeker zeggen dat die labtheorie niet klopt. Dus zeg je, ja, dat zou kunnen, maar met alles wat wij gezien hebben, we zijn ook bij al die labs geweest, we hebben echt stevige discussies gehad. Wij hebben geen enkele aanwijzing gevonden voor dat. En we hebben wel aanwijzingen gevonden voor de dierenkant. Ja. Maar die conclusie, die is opgepakt, politiek ook, van dat kan niet, dat is net zo belangrijk. China verbergt dingen. Dat was eigenlijk al voordat wij gingen, waren de beschuldigingen vanuit de Amerikaanse overheid. En dan, daar kom je als wetenschapper niet meer uit. Dus nee, dat heeft de boel echt wel stilgelegd. Ja, dus die crime scene is eigenlijk al verder helemaal bedoezeld, omdat er al zoveel overheen is geweest. Ja. 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 Over die relatie, die onzekerheid uitleggen naar een breed publiek, de politiek die erbij komt kijken, daar gingen best wel veel ingezonde vragen gingen daarover. Dus dat maken we dan even het volgende onderdeel, die interactie tussen wetenschap en het publiek. En daarvoor heeft Carmijn de eerste vraag. Ja, dat klopt. Hoi, ik ben Carmijn. Ik studeer diergeneeskunde. Ik doe de opleiding om veearts te worden. En mijn vraag gaat inderdaad over het meer maatschappelijke aspect van onderzoeker zijn. Want wat is voor wetenschappers nou de beste manier om om te gaan met het wantrouwen dat vanuit de maatschappij soms heerst tegenover wetenschappelijk onderzoek en dan vooral ook de waarde van wetenschappelijk onderzoek?
Ja, hele goede vraag. Als ik dat antwoord wist, hè? Nou ja, ik weet hoe ik er naar kijk. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat wetenschappers blijven uitleggen hoe wetenschap werkt. En dat wij, dat, ja, ik vind het belangrijk dat ik me niet laat verleiden tot dan maar wel zeggen, nou nee, ik kom echt 100% zeker niet uit het lab. Want zo werkt, dat zeg je niet als wetenschapper. Dus zeg ik dat ook niet als wetenschapper. Dat maakt dat je naast iemand die het wel zeker weet, hè, wat je vaak dan hebt in een publiek debat, ja, dat geeft een soort van, ja, maar die weet het wel. Dus, hè, dus dat. En toch denk ik dat we met wetenschap en met mensen die, of in ieder geval met een wetenschappelijke opleiding, dat moeten blijven doen. En ook gewoon met een gesprek met de samenleving. Want mensen zijn echt, mensen kunnen heus wel goed zelf nadenken. Dat merk ik, of je nou op scholen komt of op hoger onderwijs voor ouderen, word je altijd helemaal doorgezaagd. En ik denk dat dat gewoon heel belangrijk blijft als wetenschapper. Als je, ik heb wel ook een soort, dat ik nu denk van, maar moeten wij, moet alles wel ook in publiek debat kunnen als wetenschapper. Dus want we hebben ook natuurlijk best wel gepolariseerde wetenschapsdebatten gehad. Is dat in zo'n crisissituatie wel verstandig? Moet je dan als wetenschapper niet een beetje zeggen van, nou, laten we dat debat organiseren, maar niet, zeg maar, via de kranten, maar even met de KNW of zo. He, als het schuurt. Dus dat vind ik wel dingen die gewoon ook in evaluaties nu bekeken moeten worden. Van wat leert de wetenschap daar nou van? Ja. Maar ik vind echt wel heel belangrijk dat wetenschappers, jong, oud, alle zich blijven gewoon uitspreken over wat ze doen, hoe ze dat doen, hoe fantastisch mooi dat vak is. En hoe je ook tot conclusies komt, hoe je het fout kunt hebben en hoe je dan weer verder gaat kijken. Nu hebben wij hier allemaal in de zaal jou 2,5 jaar lang vast zeker wel eens een keer op televisie gezien. En ik denk dat iedereen opvalt, jij blijft heel rustig. Je bent inderdaad altijd bereid om te zeggen, nou, het zit eigenlijk zo. Ik zie jou, ja, bijna. Jij antwoordt ook heel vaak met, nou, dat weet ik niet zeker, maar als je dat zou willen weten, dan zou je deze vraag kunnen beantwoorden. Nou, dat is een hele heldere stijl. Maar als je dan bijvoorbeeld kijkt naar een collega-OMT'er van jou, Diederik Gommers, die had op een gegeven moment dat moment, wat velen zich ook nog wel bij zal staan, toen zat er een influencer tegenover hem aan tafel. Ja. En hij gooide het over een andere boeg. Ja. Hij zei, mag ik daar dan met jou het gesprek over voeren? Ja. En hij vroeg wat de waarde was die er achter die, hè, ik doe niet meer mee, zat. Is dat, wat jou betreft, is dat gewoon niet jouw stijl? Of denk je ook dat het geen slimme stijl is? Ik denk dat meer Diederik de arts was. Zo heb ik het gezien. Ik heb samen met Diederik veel podcasts gedaan. En daar deed je dat eigenlijk ook wel. Het is zeker niet mijn stijl. Want dat zou ik dan zou ik zeggen, nou ook weer, hè, van kom, we gaan even ergens in een café zitten en dan het daarover hebben. Dat zou ik niet zo in een, ik vind dat een beetje een riskant in zo'n talkshow-omgeving doen. Want dan, ja, dat, ik ben een wetenschapper. Maar je bent ook een mens. Ja, maar dat hoeft niet op tv. Zo dus is dat. Dat is waar jouw grens ligt. Ja. 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 Dus dat gaan we dan in die evaluatie dan bezien. Hè? Je zei net ook iets over die openheid. Hè? Dus daar zijn ook een beetje twee scholen over. Van, we gaan gewoon radicaal open. En als alles open is, dan kan er ook niet zijn van, nou, had je niet gezegd of heb je geheim gehouden. Of wat meer van, nou, deze dingen zijn gewoon niet voor het brede publiek. Denk je dat als we echt radicaal open waren vanaf het begin, OMT-vergaderingen live uitzenden op televisie of op een YouTube-kanaal, als dat nodig was, dat wantrouwen dan niet was ontstaan? Dat weet ik niet. Want dat wantrouwen, dat is niet nieuw. En dat is van, er zijn een aantal wantrouwende bewegingen op COVID gedoken. Die zijn vervolgens naar Oekraïne geschoten en die zitten nu op de
stikstofthema's. Dus het is ook wel een soort... dus ik weet niet, ook als je ziet hoe dat nu gaat... of je dat in een crisissituatie, of we dat wel aankunnen als... Ja. Het zou heel mooi zijn. Ik heb wel ook gezegd van eigenlijk zou je gewoon eens... Misschien had je gewoon een paar keer een OMT moeten... gewoon een publieks OMT moeten geven. En van hoe werkt dat daar nou eigenlijk? Ja. Wat doen jullie daar? Hoe ziet jouw wekelijkse patroon eruit? Ja. Dus ik denk dat dat zou kunnen, maar ook daarvoor. Want we waren echt sterfdruk. Het was natuurlijk... Hè, dan moet je dat eigenlijk in een wat rustigere tijd doen. Ja. En ook misschien wel een soort mock-OMT. En dat doen we dus in de oefeningen wel. Dus er zijn in de aanloop voor preparedness... er zijn allerlei studenten die bij ons geweest zijn of elders... Die krijgen simulatieoefeningen. En dan zijn ze een OMT-lid of een minister of een Europees CDC. En dan... hebben we hele scenario's, ja. Tot en met Twitter-berichten... en journalisten die rondlopen in die zaal. En die mensen proberen te verleiden om iets te lekken... en die daar dan gewoon allemaal misbruik van gaan maken. Om te oefenen, hoe werkt dat? Klinkt ook als een leuke oefening voor in het curriculum. Ja, maar die zou je gewoon eigenlijk meer... Dat zou je als een publieks... Ja. Dat zou nu een hele leuke tv-oefening zijn, ja. Denk ik. Want je krijgt ze... Iedereen gaat voor de bijl. Want dan zeg je... je kunt ze, ik heb ze heel vaak gedaan. Het is ontzettend leuk. Want je hebt dan de overheid. En je hebt bijvoorbeeld een veehouder. En die hebben allemaal hun eigen communicatiekanalen. Oh ja. Ze gaan dan allemaal dwars door elkaar heen lopen. Zeg je, nou, maar hey, hoe kan dat nou? Je weet toch helemaal niet hoe je daar terecht kunt komen? Jij moet daar. Je moet dan via de nationale dit of de nationale dat. En dan merken mensen heel erg hoe ingewikkeld dus die communicatielijnen zijn. Want dan heb je hier een stukje informatie. Nou, dat doorgeefluik. Voordat dat daar is, is dat een heel ander stukje informatie geworden. Ja. Weet je, dat soort dingen die merk je. Die controle heb jij niet. Nee. Maar jij zei net al eventjes van, nou, het is ook een aantal keren dichtbij gekomen, die relatie met het publiek. Daar gaat ook een van de vragen over, die insgezonden Tom, dat ben jij. Oh ja, mijn naam is Tom. Ik heb net een master afgerond van bestuur en beleid. En mijn vraag was de volgende. Ik heb hem van even op het kaartje, want hij is vrij lang. Hoe gaat u persoonlijk en professioneel om met de enorme druk op uw werkzaamheden... veroorzaakt door hen die het, al dan niet op een vijandelijke manier... oneens zijn met uw bevindingen en aanbevelingen? En dan bedoel ik voornamelijk de mensen die niet zo makkelijk... voor een constructief gesprek te benaderen zijn. Hoe ga ik daar... gek genoeg ben ik er een beetje aan gewend inmiddels. Voor een deel hoort het erbij, hè? Want natuurlijk is het debat. En het is, ik heb ook echt... Ik vind ook dat er hele goede evaluatie moet komen van... wat leren we hier nu van? Hoe zou dat volgende keer moeten? Waar ging het niet goed? Hoe zou dat anders kunnen? Maar wel echt ook een... open evaluatie. En wat ik dus zelf lastig vind... is met mensen die zo heel stevig anti, tegen... jaagt mensen in de dood. Dat nodigt niet uit voor een gesprek, zeggen we dan maar. Hè. Wat ik belangrijk vind, is dat je wel toch probeert... te snappen wat er speelt. Maar met... de extreme groepen, denk ik dat dat geen zin heeft. Ga ik in ieder geval niet aan. Ook wel omdat het gewoon, ik heb er privé last van. En professioneel last van dat ik me niet meer vrij kan bewegen. Dus dat moet eerst uit de lucht. Dat vind ik wel ook iets waar we als maatschappij iets mee moeten. Van, we zien het ook weer met het stikstofdebat, met de minister van de Wal, die dan daar... met de kinderen thuis... eigenlijk gewoon toch wel dreigend benaderd wordt. Dat vind ik gewoon over een grens. Ja. Ik vind dat we daar gewoon echt ook wel iets mee moeten. En dat, dus...
Ja, voor een deel is het ietsje dikke huid kweken. Goed organiseren om me heen. Dat heeft bij ons de universiteit en de plaatselijke politie ook een belangrijke rol in gespeeld. En voor een deel vind ik het ook belangrijk dat dus met bijvoorbeeld de wetenschapscommunicatieclub, die ook over bedreigingen van wetenschappers gaat kijken, vind ik heel belangrijk dat daar dingen voor geregeld worden. Ja, en ik hoor je eigenlijk ook een beetje zeggen tussen de regels door van er is een probleem met het wantrouwen vanuit de samenleving richting de politiek. Eigenlijk, en daar hadden we het van tevoren al even over, er is heel veel vertrouwen in de wetenschap. Ja. Gemiddeld genomen, zeg maar. Nog steeds, dat zou je soms niet denken, maar de evaluaties die zeggen eigenlijk, nou, dat zit nog steeds hartstikke hoog. Ja, maar dan het probleem van het wantrouwen in de politiek oplossen via de wetenschap, dat is denk ik niet de route die je dan aan zou bevelen. Nee, maar de wetenschap ook. Dus de wetenschap moet zijn ding doen. Ja. En dus daar ook naar kijken van hoe gaan wij om met deze ontwikkelingen. Want het is ook wel, het lijkt ook wel wat steeds georganiseerder te worden. Ik heb het daar ook met collega's uit bijvoorbeeld Engeland en de VS over. Fauci en de Britse adviseurs. Ja, die krijgen allemaal precies dezelfde dingen en zelfs via dezelfde kanalen op zich af. En dat lijkt gewoon een beetje georganiseerd te worden. Dat is way beyond us. Maar daar moet denk ik echt naar gekeken worden. Hoe werkt dat? En wat doen we daar als maatschappij tegen? Want dat werkt echt ondermijnend. En daar heeft de politiek absoluut ook een rol in. Ja, en op een gegeven moment, een beetje eind 2021 was het volgens mij, dan heeft het Erasmus MC, zeg maar namens jou, ook aangifte gedaan. Er is een brief geweest waarin je met een aantal, waaronder Jaap van Dissel en een aantal andere wetenschappers opriep, ook politici van, hallo. Er zijn nu bewegingen onderweg om zo'n wetenschap veilig meldpunt op te richten. Ja. Is het genoeg voor jouw gevoel? Nee. Want dat is wetenschap veilig. Maar je ziet, kijk, de discussies in de politieke arena. Ja. Dus het gaat toch ook wel over van, zijn er grenzen aan het publieke debat? Daar gaat het ook wel een beetje over. Ja. Van zijn er, wat zijn nou eigenlijk de rules of the game? Ik ben echt helemaal voor democratie, maar is het nog democratisch als je zo losgaat dat wetenschappers, politici gewoon niet meer over straat kunnen? Nee. Dat gaat toch ver? Ja, maar kijk, we hebben een heel klein beetje meegekregen toen we dit event organiseerden. Dat als je daar al een tweet over laat, dan heb je alweer een hele sleep reacties erachteraan. En sommige inderdaad ronduit intimiderend of hard. Wat ik me afvroeg, wat heeft dat met jouw mensbeeld gedaan? Nou, ik heb dus bijvoorbeeld in eind vorig jaar, toen kwam er eentje, die kwam gewoon binnen. En toen was ik het even zat. Dus die heb ik toen online gegooid en dat heeft veel reacties losgemaakt. Dan word je ook weer bedolven met kaarten en bloemen. Dus dat is er ook hoor. Het is belangrijk om te blijven zien dat het een minderheid is. Een kleine, maar nou ja, niet hele frisse minderheid. Nee. Dat daar gelaten. Laten we nog heel even naar de toekomst kijken. Ik wil het straks hebben over jouw toekomst. Maar ik heb ook een vraag in die sfeer van de decaan, die hier vandaag ook is, Debbie. Dankjewel, Zico. Heel leuk dat je er bent, Marion. Decaan van de faculteit diergeneeskunde. En wij zijn natuurlijk altijd heel blij dat jij zegt dat je zo'n ontzettend fijne opleiding hebt gehad. En dat je die ook zo breed heeft voorbereid op je werk nu. Je ziet echt een trend naar meer interdisciplinair opleiden. Zelfs interdisciplinaire sociale wetenschappen, hartstikke mooi. Nu hebben we een nieuwe bachelor gestart. Ik weet niet of je daar al van gehoord had, maar die heet Zorg, Gezondheid en Samenleving. Ooit 6 jaar geleden wilden we hem One Health noemen, maar dat was dan toch een wat ingewikkelde naam. Dus Zorg, Gezondheid en Samenleving. En hoe zie jij zo'n ontwikkeling van zo'n brede bachelor? Hè? Deze studenten komen met allerlei interesses daarbinnen, maar kunnen daarna de masters farmacie, geneeskunde of diergeneeskunde kiezen. Ik ben heel erg benieuwd hoe jij naar zo'n ontwikkeling kijkt en ook waar je op hoopt wat deze mensen misschien gaan brengen voor de toekomst. Was jij dat nog gaan studeren? De Marion met dat kadaver op het dak van de auto. Is dat interessant genoeg? Ik had de One Health erbij gezet. Want het is
Ik denk dat het hartstikke mooi is. Hè? Dus dat je, want je merkt het overal, hè? Dat we van die verkokering af moeten. Ik ben zelf denk ik ook een voorbeeld. Dat of je nou opleidt voor diergeneeskunde of voor... Ja, ik behandel geen mensen, maar ik zit wel volledig in een medische omgeving. Dus dat er een bredere basis mogelijk is, dat lijkt me heel mooi. En ook dat je daarmee dus al... tijdens je studie ook een soort, eigenlijk een beetje een peer group krijgt... die dan vervolgens uitwaait. Ik denk dat dat hartstikke mooi is. Ik vind hem wel erg nog steeds antropocentrisch klinken. Vanuit de mens dus, ja. Ja, en ik denk dat dat echt de stap is die ook gemaakt moet worden. Want wij hebben een steeds grotere impact op onze leefomgeving en dat schuurt... En daar, ik vind dus zeker juist ook de diergeneeskunde daar echt een rol in moet pakken. Ik kom vast nog een keer bij je terug. Dank je wel. En nu weten we dat hoogleraren een slechte track record hebben in het stoppen met werken. En ik was eigenlijk ook wel benieuwd, hoe zit dat nou bij jou? Wat zijn jouw plannen voor de aankomende jaren? Nou, ik ben er ook zo een. Ik heb net vandaag een nieuwe EU-grant binnengehaald. Dus dat betekent dat je nog 5 jaar aan vastzit? Over preparedness. Ik ga gewoon eens kijken wie dat kan overnemen. Maar ik ga hem wel zelf opstarten. Want dat is het vervolg op... Oké, jongens, nu is het dus duidelijk. We moeten echt Europees, dus het netwerk heel Europa... Wat voor nieuwe virussen komen eraan en wat doen we dan? Dus dat is heel erg leuk. Ik ben formeel komt de pensioengerechtigde leeftijd in beeld. Ik ging dat niet hardop zeggen. Dus jij bent erover begonnen. Dus dat wordt me ook gevraagd. Ik heb het ook in de afdeling gelegd. Kijk, als mensen daar zeggen van... aan de kant... Hè, dan moet je denk ik gewoon ook zorgen dat je opstapt. En dan moet je kijken, heb je... nog wat dingen te doen. Ik heb nog mijn steven geld is niet opgekomen vanwege al deze andere dingen. Ja. Dus ik heb ook nogal ruimte om dan zelf weer wat te gaan bedenken. Maar ik heb nog niet. Ik ben bezig met het opzetten van Pandemic Center, Pandemic and Disaster Preparedness Center. Dat gaat dus echt over klimaat, water, gezondheid gecombineerd en sociale wetenschappen gecombineerd. Dus ik. Eigenlijk wil ik weggaan als dat staat. Oké. Maar dat is vanuit een onderzoeksoogpunt? Of kom jij terug als een soort delta-commissaris pandemics? Nou, niet alleen pandemics. Nee. Moet ook breder zijn dan nee, dat. Want daar is nu, dat zie je, dat wordt heel erg over... we gaan zorgen dat snel vaccins en dat soort dingen. Dat vind ik eigenlijk te reactief. Een delta-commissaris voorkomt pandemics. Dan mogen ze me bellen. Fair enough. En als dat dan geweest is? Een huisje kopen in stijl om rustig... Nee? Nee, gewoon heel mooi. Nee, dat weet ik nog niet. Ik heb een beetje gedacht... ik ga misschien wel een heel groot stuk land kopen... waar dan allerlei biologen en zo onderzoek kunnen doen. En dan ga ik daar wat dingen mee doen. Maar dat weet ik nog niet... Laten we dat dan nog lekker in het midden houden. En dat we nog lang van je mogen genieten. We komen wel aan het einde van dit uur. Dus ik wil jou heel erg bedanken dat je hier was. Graag een groot applaus voor Marion. Ik was gevraagd of ik jou ook een cadeau wilde overhandigen. Dus voor je volgende optreden bij Op1 deze graag aantrekken. Okay. Een hoodie met Utrecht Universiteit erop. Oké. Heel goed. Jullie ook bedankt dat jullie hier waren. En voor dus iedereen die hier is, sorry YouTubers, jullie zullen dat moeten missen. Gaan we beneden lekker borrelen. Dat was hem.